de hele bus gaat los. Ja. Dat is super! Ja. Ja, het is toch wel een beetje lastig. Hallo lieve mensen. Deze week ga ik proberen vegan te eten op reis. Ik heb het experiment om helemaal vegan te eten al eens vaker gedaan in Nederland. Maar als er één ding is wat je altijd hoort, is dat het altijd lastig is om vegan te eten als je op reis bent. Je hebt niet altijd controle over de planning, je hebt niet dezelfde supermarkten als thuis, je bent uit je ritme. Je moet roeien met de riemen die je hebt, want natuurlijk ook in sommige landen en culturen is vegan eten nog helemaal geen onderdeel van de keuken. Dus ik ben benieuwd hoe ik dat ga doen. Ik ben uitgenodigd door het toerismebureau van Indonesië om door verrassing Indonesië te reizen. Het is hier echt prachtig, zoals je ziet. En ik ben niet alleen, want we reizen met een hele grote groep andere YouTubers. Super gezellig dus. Tips, waarschijnlijk ook heel veel problemen, maar ook hele mooie beelden. Coming for you. Iemand zit op zijn naaste buiten. Een hele goede morgen. Heb je goed geslapen? Ja, wel een beetje kort. Ja. Kort geslapen en nu gaan we naar het ontbijt. Het ziet er fantastisch uit, veelbelovend. Ik ben benieuwd wat ik ervan ga maken. Nou, ik denk dat dit mijn ontbijt wordt. Ik loop hier als een soort van kip zonder kop rond. En ik wil overal vragen, van, zit hier melk in, zit hier ei in? Maar ja, het is toch wel een beetje lastig, want ze spreken niet allemaal even goed Engels. Dus ik speel het maar gewoon op safe vandaag. Dit is het geworden. Een cakeje, een toast met veel te veel pindakaas, maar jam. Even uit. Nou, ik zit inmiddels in een Indonesische variant van een tuk-tuk. En ik moet wel zeggen trouwens, het ontbijt van vanochtend was wel echt het meest westerse ontbijtbuffet wat we tot nu toe hebben gehad. Want de voorgaande dagen was het eigenlijk alleen maar nasi en een beetje groente en vaak nog wel wat ei. Iets van bouillon haai of een omeletje of zo. Maar eigenlijk altijd wel gewoon nasi. Ik heb deze week nog nooit zoveel rijst gegeten. Ja, punt eigenlijk. Ik heb deze week nog nooit zoveel rijst gegeten in een week. Echt. Wel allemaal heel lekker hoor. Maar dat is wel, ja. Nou ja, je bent ook in een Aziatisch land. Dus wat denk ik ook eigenlijk. Inmiddels honger en heel veel spijt dat ik niet meer vegan cake heb gegeten. Fast forward naar de avond en we zijn bij deze prachtige tempels. Hie, Anneke in TV. We hebben heel lekker middag gegeten, geluncht. En wat grappig is, is dat als je vega bestelt, ik het idee heb dat ze heel vaak meteen full vegan gaan in Indonesië. Want heel vaak krijg je dan ook geen ei. En kaas krijg je ook niet. Dus dat vind ik wel opvallend. Het enige probleem is wel een beetje dat ik niet echt kan vragen ja, wat er verder in zit aan melk of ei misschien in beslag of zo. Omdat ze over het algemeen best wel slecht Engels praten. Dus ja, dat moet ik een beetje gokken en op de koop toenemen, zeg maar. Nou, dat is eigenlijk wat ik wilde vertellen. En nu gaan we weer foto's maken. En dat resultaat zie je op mijn Instagram. En dat is echt de moeite waard. Niet zo heel veel, hè? Nou, ik denk eigenlijk wel veel. Alleen we zijn niet bewust mee bezig van, oh, vandaag gaan we vegetarisch eten. Nee. Als ik denk aan wat we allemaal eten, is het heel vaak zonder vlees of zonder vis. Maar, of als er mensen komen eten die bewust vegetariër zijn. Zijn we er wel bewust mee bezig. Maar wij eten gewoon heel snel gevarieerd. Ja. Dat het gewoon, ja. We hebben geen vaste dagen of zo, dat niet. Maar. Ja, maar ik vind wel af en toe, ik hou echt van koken. Ik vind het wel moeilijk. Het challenged wel je creativiteit. Als ik nu zou moeten zeggen, maak eens een lekker vegetarisch gezegd. Dan zou ik iets maken wat ik van mezelf al eet. Een burger of whatever. Dan zou ik gewoon of vervangen met iets, een vleesvervanger. Dus dan zou ik. Dat zou dan mijn creativiteit zijn. Ja, ik heb wel echt een lievelings. Dat was al vanuit, zeg maar, dat ik bij mijn ouders thuis woonde, altijd al mijn lievelingsgerecht. Toevallig vegetarisch. Niet, ik vind het niet lekker om daarom, maar het is gewoon toevallig zo. Zit je en dat vlees in? Is gado-gado. Ja. En dat eet ik hier in Indonesië ook echt heel veel. En dat is zo lekker met pindasaus en boontjes. Basically gewoon groenten. Groenten met pindasaus en rijst. Klinkt dan ook weer vet burgerlijk als je het zo zegt. Maar het is echt zo lekker. Dus dat is wel. Jij maakt het eigenlijk helemaal nooit thuis, dus dat mag je nu gaan doen. Oké. Dat ga ik wel missen thuis weer.
Nou, dus je hoort het bij deze. Zo, volgende dag. We zijn onderweg naar Borobudur. Wat heel mooi schijnt zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Vanochtend weer lekker gegeten in het hotel. Dat was weer heel erg goed. Ik heb nog veel meer chocoladecake gegeten dan de eerste dag. Dus, yay! We zitten dus in de bus. We moeten 2 uur rijden ongeveer. En we hebben dus snacks gekregen van de organisatie. Heel erg lief. Maar, dat is deze reep. Een soort van... Wow, overlicht. Een soort van fiberreepje, maar daar zit melk in, dus helaas. Dan dit, wat echt 3 kilo weegt of zo. Het is een soort van chocoladebroodje, maar ik verwacht eigenlijk niet dat het pure chocola is. Dus ik ga deze ook niet eten. En dan zit deze ook nog in het tasje. En dan denk je, jee, dat kan je eten. Maar ik vind bananen gewoon uit het vuistje eten echt zo vies op de een of andere manier. Ik kan het eigenlijk alleen maar eten in havermout of zo, of in pannenkoeken bijvoorbeeld. Ik weet niet wat dat is. Hebben meer mensen dit? Laat het me weten. Wow. Oké, jongens, even off topic. We zijn bij die tempel, Borobudur. En het was heftig, want iedereen wil dus foto's van ons maken. En we moeten gewoon de mensen van ons afslaan. Als je hier bent geweest en je bent een West-Europeaan, dan heb je dat vast als meegemaakt. Maar wij wilden dus zelf ook een foto maken en dat is gewoon onmogelijk. Dus op een gegeven moment hebben we echt gewoon moeten schreeuwen van please, can you go away? En ondertussen waren ze allemaal foto's van ons aan het maken en iedereen vond het vet spannend. En het was echt heftig, hè? Ik heb het warm. Ja. Kun je zien dat ik het warm heb? Klein zweetdruppeltje. Ja. Maar goed. Ik vond dat een leuk projectje. Het was wel heel leuk. Ja. En iedereen vond het uiteindelijk hartstikke mooi. Het was allemaal heel blij, hoor. Borobudur is echt stammadel. Ja, dat. Oh, het is hier wel echt fantastisch. Als je in Indonesië bent, ga er naartoe. Oh ja, en het resultaat van de foto. Aan het vegan prijs. Moet ik eerst even een paar moeilijke vragen, want op het algemeen vond ik het afgelopen week best wel makkelijk. Ik was dan echt verbaasd dat vaak die westerse restaurants het moeilijkste waren. En ook momenten, bijvoorbeeld in het vliegtuig, wanneer er niet is doorgegeven dat ik vegan ben en dan krijg ik iets anders, dan is dat een beetje een kwestie van kijken wat kan ik eten, wat kan ik niet eten. Maar op het algemeen vond ik het hier zo echt super goed te doen. Ik denk de tip die ik zou meegeven is eigenlijk een beetje let it go. Je kan niet altijd vegan eten waarschijnlijk. En ik zeg ook heel eerlijk, ik weet zeker dat er vast een moment is geweest dat een van de producten die ik had ijs had verwerkt. Desnoods als bindmiddel in een gerecht, dat weet je gewoon niet. En ik heb zoiets van, ik doe mijn best, ik doe wat ik kan. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk vegan te eten. En volgens mij is dat best wel goed gelukt, maar op het moment dat het een keer niet lukt, ja weet je... Dat is het. Dat ja, kan gewoon niet anders. Ja, de hele bus gaat los. Want het is super grappig. Hoe we hebben een tussendoortje gekregen. Max, laat je eens laten zien. Lach er een beetje bij, Max. Probeer te lachen. Wij hebben een salade gekregen. En wat hebben de niet-vega's gekregen? Een lekkere burger! Slaat nergens op. Na 10 dagen, nee, na 7 dagen nasi is het wel een heel lekkere afwisseling, denk ik, hè? Ja, ik vind het ja, man. Hij is ook nog eens heel lekker. Yes. Nou, ik ben heel content met mijn salade. Ja, eigenlijk heel weinig. Heel af en toe heb jij nog wel eens wat gehaald. En dat was vlees, wat ik niet wist. En dat was wel heel erg lekker. Maar jij weet wat het was. Ja, dat was vleesvervangend eten. Ik weet niet meer hoe het heet, maar het waren hamburgers. En toen heb ik gedaan alsof het gewoon vlees was. Niks gezegd. En dat was heel erg lekker. Ja. Ja. Maar ik zelf heb op deze reis sowieso wel vegetarisch gegeten, af en toe. En ik vond het heel erg lekker.
En ik heb geprobeerd het thuis dus ook te doen, maar ja, ik moet wel de rest meekrijgen. We hebben wel gehoord wat de voordelen zijn en hoe je je beter gaat voelen en dat ga ik zeker wel proberen. We gaan het thuis drie weken proberen, hebben we besloten. Dus... Ja. Dat is super! Ja! We zijn in Bali! Oh, en ik word bijna overreden. Oh, dat was zo jammer geweest. We hebben vanochtend al, moesten om 5 uur eruit. Ja, 6 uur gingen we weg. Toen hebben we een breakfastbox gekregen. En eigenlijk het enige wat ik kon eten was chips. Dus, en het fruit wat erbij zat. Dat was een beetje jammer, want ik had wel honger, maar... Ach, overleefd het wel. Nou, we hebben vandaag de hele dag gefilmd. Ik heb vanochtend wel heel lekker fruit gegeten met noten. En nu is het pizzatijd. Eindelijk eventjes een keertje geen rijst. En ik heb de pizza dan zonder kaas genomen. En volgens mij is die dan gewoon flatbread met vegan. Hoop ik. Dus, good day for Mary. Ja, vegan, vegetarisch op rijst is best pittig. Ja. Maar... Ja, het is lastig, ja. Maar in Indonesië vind ik het dus heel erg meevallen. Ja, in Indonesië zijn ze echt voor ons gevoel by far het verste. Ja, ze lopen erop vooruit. Ja. Je kan in elk restaurant wel vegan bestellen. Vegetarisch natuurlijk heel makkelijk, maar vooral ook vegan. En in Nederland heb je gewoon echt vegan restaurants. En als je in een normaal restaurant gaat zitten, ja, dan kan je gewoon geen vegan eten. Dus wij en als je echt... hier gewoon... Typ, zeg maar, op je Google intypt vegan, dan vind je zoveel restaurantjes en het is gewoon echt allemaal lekker. Ja. En het is ook heel tof, want daar krijg je heel veel nieuwe inspiratie wat je dan thuis ook weer kan doen qua eten. Want ja, stiekem kan je toch wel een beetje afkijken hoe zij dat dan doen. En dan kan je van leren. Ja. Ja. En ja, daaraan aangevuld... Indonesië heeft ons hartje gestolen. We zitten eigenlijk de hele dag tegen elkaar te zeggen, oké, nou ja, weet je, we gaan snel terugkomen, want we hebben nog niet genoeg gezien, kan je nagaan. We hebben al heel veel gezien, maar we willen meer zien. Ja. De mensen vind ik zo lief, zo hartverwarmend en zo puur en dankbaar, dat ik eigenlijk alleen maar smelt. Ik ben continu aan het smelten. Dat ik denk, iedereen is zo dienbaar, je wilt gewoon echt iedereen ook meenemen naar huis. Dus ja, dus ik vind het een heel bijzonder land. Dus we blijven hier. We gaan niet meer naar huis. Oh, er zit een sausje bij. En dit is de boodschap, jongens. Er zit een zak in een zak. Oh, jezus. Oh, kijk. Oh, mijn god. Ik begin te filmen omdat ik iets wil vertellen. Maar er zit gewoon een zak in een zak chips. Doe normaal. Dat is echt zonde. Hoe overbodig plastic. Oké. Okay. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik net deze ijskoffie kreeg van de reisbegeleider. Heel erg lief. Ik dacht, lekker, precies waar ik trek in heb. Dus ik zet hem aan mijn lippen. Oh, ik geniet. Als jij het als en ik denk, shit, melk. Shit, melk. Ja. Oh, jammer. Maar ja. Ook hier zijn tegenwoordig goede vegan versies van. Is het lekker? Ik vind deze shit wel spicy. Nou ja, het valt wel mee, maar het is meer de spicy die in je mond blijft. Oh, jezus. Ik ga het stuk. Jeetje. Oké. Ik vind hem eigenlijk wel lekker. Melk helpt. Ja, dilemma. Om even dit super random autoshot te begeleiden met waar we zijn en wat we aan het doen zijn. We zijn hier. Thuis in mijn fijne huisje, heb een geweldige reis gehad. Ik heb natuurlijk nog veel meer meegemaakt dan ik op film laat zien. Maar ik heb ook nog een video voor jullie, die komt binnenkort online. Vegan eten in Indonesië was best wel goed te doen, moet ik zeggen. Je kan eigenlijk altijd wel terugvallen op nasi en groenten natuurlijk, dus dat is top. Verder denk ik dat het er echt aan ligt waarom je vegan bent, hoe moeilijk het is. Als jij puur vegan bent vanwege bepaalde principes, dan ligt het er natuurlijk aan hoe streng je voor jezelf wilt zijn. Ik zelf ga geen honger lijden als ik niet precies weet of er misschien een beetje melk in zit. Je doet natuurlijk je best, maar als je echt geen andere mogelijkheid hebt, ja, dan is het een beetje aan jou.
Maar eet jij vegan vanwege gezondheidsredenen of ben je wellicht lactose intolerant bijvoorbeeld, dan, ja, dan heb je wel echt minder keus. Wat ik zelf in ieder geval altijd meeneem in mijn koffer zijn genoeg dadel, fruit, noten, reepjes, zodat ik in ieder geval altijd wat bij de hand heb. Dus dat is echt mijn nummer 1 tip. Heb jij tips voor vegan eten op reis? Comment dan hieronder en laat me weten wat je van de video vond. Zie ik je volgende week. Doei!